Bij een uitslaande woningbrand in de Offenbachlaan in Gestel zijn twee mannen zwaar gewond geraakt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse en die hebben meteen de deur geforceerd. Omdat toch wel het vermoeden was dat er nog mensen binnen waren, is snel de deur opengebroken. We hebben daar inderdaad twee mannen aangetroffen. Die mannen die waren zwaar gewond, waren niet aanspreekbaar. De toestand van de gewonden is zorgwekkend. Zij zijn dan ook met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ja, daar maken we ons toch wel zorgen over. Ze hebben ernstige brandwonden, ademhalingsproblemen. Liggen zorgwekkend in het ziekenhuis. En die toestand die is niet best op dit moment. Uit voorzorg zijn de omliggende appartementen ontruimd. Gelukkig valt daar de schade erg mee. Een aantal appartementen rondom het betreffende appartement, daar zijn de bewoners inderdaad even van uit hun woning gehaald. Die kunnen ook in de loop van de ochtend weer terug naar hun woning, dus gelukkig valt dat mee. In het appartementencomplex hier achter mij is waar de brand heeft gewoed en de resultaten zijn nog erg goed zichtbaar. Alles is zwart van de roet. We hebben een aantal buurtbewoners gesproken en zij geven aan dat ze liever niet willen reageren voor de camera. Maar ze geven wel aan dat ze erg geschrokken zijn, vooral van de ernst van de brand. De buurtbewoonster direct naast het appartement waar de brand heeft gewoed, geeft aan dat ze alleen nog maar rookschade heeft. En ze is erg blij dat het daarbij is gebleven. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de brand. De politie doet onderzoek naar de zaak.